Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2021 My Team Career Mode voor aflevering nummer 12 hier in Italië. Helaas moeten we dus afscheid gaan nemen van Christian Lundgaard. Hij gaat dus niet door met ons, want vanwege de eisen die hij stelt met zijn contract, kosten zijn gewoon te duur voor ons. Dat heb ik ook in de vorige aflevering gezegd. Heb je die gemist? Zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Het kan rechtboven het i'tje. Klik daarop natuurlijk die aflevering verschijnen. Ben jij trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2021 My Team Career Mode content. Schakel ook gelijk het belletje aan als je geen enkele aflevering meer van mij mist. Het kan zijn dat je wat regen op de achtergrond hoort. Het regent dus op dit moment bij mij thuis. Ik heb een plat dak, dus ja, dat gaat wat lastig. Hoop ik dat Audacity dat kan wegfilteren, maar ik ben er bang voor. We gaan gewoon even kijken wat Lundgaard nu waard is. Hij is 73 rated. En we hebben meerdere opties om te kijken wie zijn vervanger wordt voor het tweede deel van seizoen 1. We kunnen gaan proberen of Callum Island iets wordt. Daar hebben we dus Callum Island. Die vraagt 800k. Dat is ook zijn basissalaris. Nou, dat kunnen we dus betalen. We kunnen het gaan proberen. En of dat lukt. Here you can make an offer to your driver. Dat lukt. The more you offer, the greater the chance of them agreeing. Island heeft ons bereikt. Be careful not to insult drivers. We gaan ook gewoon 800k bieden. We refuse to negotiate any more with you in this negotiation period. Maar we moeten oppassen dat we Island niet gaan beledigen. Dus ja, kijken wat hij wil. En hij accepteert het niet. Jammer. Island niet. Vanwege, denk ik, zijn contracteisen. Ja, dan moeten we maar iemand anders kiezen. Dan kunnen we voor Marcus Armstrong gaan. Of we kunnen Jack Aiken proberen. Of Gang Yuzhou. Ik weet niet hoe zijn naam uitspreekt. Zhao Zhu, ik weet niet. I know we were expecting some new developments. Helaas is een aantal developments niet doorgaan. We'll need to tell the team what to redevelop via the We kunnen het opnieuw gaan proberen met Callum Island. Ja, en zo niet, ja, dan moeten we gewoon iemand anders kiezen. Want anders heeft het gewoon niet zoveel zin. Ja, Lundgaard, ja, die wil gewoon niet verder. Zo simpel is het. Nieuwe dag, nieuwe kansen, zeg ik altijd. Dus we gaan gewoon even kijken of Callum Island weer wil tekenen voor ons. En zo niet, ja, dan moeten we er gewoon mee ophouden. Dan is het gewoon tijdverspilling. En anders hebben we geen teamgenoot. Ja, we hebben dan wel een teamgenoot. Alleen die is dan heel slecht. Het bereik is wel geaccepteerd. Ik ga gewoon weer hetzelfde bieden. 800k. Nee, ook niet. Islet pakt ons gewoon niet. En dat betekent dat wij gewoon iemand anders gaan kiezen. Want ja, dit heeft gewoon geen zin. Om steeds Islet te pakken. Ja, dan pakken we maar Marcus Armstrong bijvoorbeeld. En kijken wat hij dan wil. Dan gaan we gewoon 800k voor vragen. Dat wordt zijn salaris. En ja hoor, Marcus Armstrong is een schaven racingcoureur. Hij is dus aan boord bij het team gehaald. En dat is gewoon uitstekend. We hebben wat updates. Die komen binnenkort op de auto. En ik verander de auto gewoon weer in mijn normale kleuren. Want de grote prijs van Zandvoort zit erop. Dus onze eigen teamkleuren zijn weer terug. En dan zou ik zeggen, laten we dan gewoon lekker doorgaan met de kwalificatie. Ik heb wel besloten om een component niet te laten vervangen. Maar die heb ik. Ik heb namelijk een component van de TC volgens mij, als dat is. Die heb ik een keer een aantal races terug vervangen. En die TC is nu weer aan het kapot aan het gaan. Dus hopen dat hij het volhoudt. Ik zie namelijk geen nut om die nu te vervangen, want die is er nog maar 62%. Dus hoop ik dat hij nog een race mee kan. Dus we gaan het zien voor de kwalificatie voor de grote prijs van Italië. Dan zijn we inmiddels aanbeland bij Q1 op de softband. Ik denk wel dat wij door kunnen komen naar Q2.
daar hebben wij wel de snelheid voor. En zo niet, dan hebben we gewoon pech gehad. Maar in Italië ga ik altijd goed. Net als in F1 2020 My Team Career Mode toonden we daar 6 keer de grote prijs van Italië. Volgens mij pakten wij daar toen ook in elke keer dat we daar waren. De 6 seizoenen wonnen we daar gewoon. En dat is gewoon fantastisch. Ik denk niet dat het vandaag gaat gebeuren. Wel zie ik een groot kans naar Q2 toe. We zijn weer bijna bij het einde van onze run. Beschadigde onderdelen, maar die kunnen gewoon nog mee, hoop ik. In deze grote prijs. Ietsjes buiten de lijnen gekleurd. Krijgen daar geen track limits voor. En dat is een P4 op dit moment. En dat is goed genoeg om door te kunnen komen naar Q2, vraagteken. De beide Canadezen zijn wel door. En ja hoor, wij zijn ook door naar Q2. Pakken gelijk Marcus Armstrong, want die staat op P19. Dus mijn nieuwe teamgenoot kan mij niet bedreigen. En heel knap van Nicolas Latifi dat hij door is. Dan zijn we dus aanbeland bij Q2. Ook op de softband, want die medium compound die laat ik gewoon links liggen. Kunnen wij dan ook doorkomen naar Q3? Dat is de vraag met nog 12 minuten op de klok. De topsnelheid bedraagt 340 km per uur. In F1 2020 My Team Career Mode hadden we daar een hele andere topsnelheid. Dat was 360 ongeveer. En dan gaan we kijken wat deze run dan ons gaat opbrengen. We nemen die bocht kort. We hebben een kortere lijn om zo min mogelijk tijd te verliezen. We zijn er bij Parabolica aanbeland. We hebben daar wel Max Verstappen achter ons. Die geven wij gewoon een tow. Want ja, hij is mijn landgenoot. En dat is een P4 op dit moment. En is dat goed genoeg om door te kunnen komen naar Q3? Nee, want we staan op een P12. En hebben wel een verbetering. Van ongeveer 3/10. Daar moet nog wat van af. Anders zijn wij niet door. Raikkonen naar P10. Duiken daar bijna 2,5/10 onder. Nemen die bocht daar gewoon iets te kort. We moeten daar een corner cutting waarschuwing incasseren. Dat heeft geen gevolgen voor onze ronde. En dus kunnen wij door gaan stampen. Maar de rest is ook allemaal bezig op de minimap. Wij komen als laatste overstart finish volgens mij. Weet ik niet zeker. Maar de vlag hangt in ieder geval uit. En zijn wij door naar Q3? Dat is de vraag. Waar zijn wij beland? Dat kunnen wij nog niet zien. En we zijn door. Voor het eerst in F1 2021 My Team Career Mode zijn wij door naar Q3 in Italië. We pakken een P8 in Q2. En Lewis Hamilton op P10. Dus dat belooft nog wat voor het laatste deel van de kwalificatie. Verstappen gewoon weer het snelste. En Raikkonen mist de boot. Perez op 16e van Max. Dat is niet erg. We zijn pas heel laat naar buiten gegaan, want we hebben nog maar één setje over. Dus ik denk, joh, dit wordt een alles of niets rondje. We staan in de top 10. Als wij falen, dat geeft niks. We staan dan als 10e op de grid. Maar het liefst heb ik dat ik gewoon een P8 sta of zo. Of een P7. Ik noem maar wat op. We moeten gewoon kijken wat deze run gaat worden met nog ongeveer een minuut op de klok. We zitten onder de minuut. En we hebben wat slipsteam van Yuki Tsunoda, weet ik niet zeker. Nee, dat is Pierre Gasly. Daar hebben wij wat slipstream van. We prutsen een beetje de exit. Dat gaan we wat tijd inleveren helaas. We moeten ons niet al te druk over gaan maken. 30 seconden op de klok. En dan gaan we kijken waar we dus gaan staan. De vlag hangt uit in Italië. Waar staan we dan? We staan op een P9. Kan ik niet zien. Ik gok van wel. With qualifying finished,
De uitslag, jazeker, een P9 op 1,3 seconden van Perez. Boeien, dat boeit helemaal niks. We zijn gewoon door. We hebben het gewoon gered. We staan op P9. Onze beste kwalificatie van dit seizoen. Ongelooflijk. En ja, dames en heren, dan is het gewoon tijd voor de Grote Prijs van Italië. Hopelijk houdt de motor het. We gaan het zien voor carrière aflevering 12 van My Team Career Mode. Welcome back to one of only two countries that has held a race every year since the very first Formula One World Championship in 1950. It is, of course, Italy, one of the great racing nations. And it's time to get underway for the Italian Grand Prix. With top speeds reaching 215 miles per hour, only a few places can challenge Monza's crown as the fastest circuit in F1. Hard braking zones going into the three chicanes make up the majority of the 11 corners on this 3.6-mile circuit. And just in case the slipstream wasn't enough, two DRS zones will help encourage some closer action. And with me as usual is Anthony Davidson. Let's have a chat about McLaren. What do you make of their performance so far this season? Well, the atmosphere within that team seems very positive at the moment. Everyone seems like they're in great spirits and having a lot of fun doing what they do. And that's definitely contributed to the performances we've seen. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. It's Sergio Perez on pole position today, and Valtteri Bottas will line up alongside. Looking down the rest of the grid, we have Hamilton, Norris, Max Verstappen, and Leclerc, Sainz, Gasly, the Professor, and Yuki Tsunoda, Raikkonen, Fernando Alonso, Daniel Ricciardo, and Stroll, Ocon, Latifi, Antonio Giovinazzi, and George Russell, Armstrong, Mick Schumacher, Mazepin, they've taken a grid penalty, and Sebastian Vettel starts from the back of the grid. It's almost time for those five red lights to go out. Then let's see who can prevail today. We zijn inmiddels aanbeland bij de grid. Soft, medium is de strategie, een eenstopper. We nemen extra fuel mee om wat harder te kunnen pushen dan de rest van het veld. En dan gaan we gewoon beginnen voor carrière aflevering 12 hier in Italië. We starten op P9 voor het eerst in de top 10 van F21-21. My Team Career Mode, de grote race van Italië, is onderweg. En we komen beter weg dan Pierre Gasly. Die zit al gelijk aan de buitenkant, maar daar is ook al gelijk Yuki Tsunoda. En Raikkonen, we moeten er even op de rem om geen schade te rijden. Duik je dan aan de binnenkant van Gasly. Lukt dat? Drie wijd daar in bocht nummer 1 en 2. Dat lukt gewoon moment overstuur, maar dat is geen probleem. En hebben hier onze overtakenknop aan. Die gaan we gelijk gebruiken om naar Carlos Sainz toe te rijden. Als dat is gelukt. Alles verloopt nog tot nu toe heel goed. En daar zitten we dan aan de binnenkant van Carlos Sainz. We moeten die bocht daar wat afsnijden, maar dat is geen probleem. En dat is gewoon P7, maar dat is Charles Leclerc die daar opnieuw een aanval misschien probeert te wagen aan die binnenkant. Maar dat is niet gelukt. Dat was gewoon Charles Leclerc die we voorbij waren gegaan, niet Carlos Sainz, excuse. Overtakenknop aan in ronde nummer 2. En Leclerc kan alleen maar aan ons toe rijden, want wij hebben slipstream van Yuki Tsunoda. En die doet het heel erg goed in de Alfa Tauri. Het zal wat zijn. Daar valt dan Charles Leclerc aan de buitenkant. Lukt niet. En we duwen hem daar ook gewoon flink wijd. En die komt Carlos Sainz tegen. Leclerc moet Sainz aan zich voorbij laten gaan. In ronde nummer 2. Het gat naar Yuki Tsunoda is al 1,6 seconden. Dat is al best wel groot. En ik denk niet dat we dat kunnen dichtrijden. We moeten gewoon op onze eigen wedstrijd focussen. Terwijl Sergio Perez een 1.22.2 laten noteren. En wij noteren een 1.24.3. 2,1 seconden langzamer. En daar zit Carlos Sainz aan de buitenkant te kijken. We remmen wat later dan de Spanjaard. Kruisen naar zijn lijn toe. En dat is nog steeds P7. Momentje overstuur op de exit. En de beide Ferraris hebben nu met elkaar aan de stok. Wij kunnen dus nu hoop proberen weg te rijden van die twee. Maar ik ben bang dat dat vandaag heel moeilijk gaat worden. Want daar zit dan Charles Leclerc te kijken. Dat gat is 2-10 ongeveer. Ziet er daar iets te ver door in ronde nummer 3. En
Charles Leclerc spint. Nee, wij spinnen daar. Maar hebben een aantal auto's geraakt. Lando Norris is geraakt. Virtual safety car deployed. Giovinazzi uitgevallen zie ik. En dat is een safety car geworden in plaats van een VSC. Wat is daar gebeurd? Volledige safety car uitgeroepen in Italië. We hebben een shot van ons. We gaan hier iets te wijd. En raken Charles Leclerc. Wij spinnen daar bijna. En Lando Norris is daar het haasje. Lando Norris wordt daar gewoon geraakt. En is uitgevallen. Wij moeten die beide Ferraris aan ons voorbij laten gaan. Aan boord bij Charles Leclerc. In ronde nummer 3. Wij gaan daar iets te wijd. En raken de Monegask. En Charles Leclerc zorgt ervoor dat wij niet verder spinnen. Want hij is een soort van blokkade voor ons. En dat is alleen maar goed. Dit ziet Daniel Ricciardo. Wij raken naar Charles Leclerc. En oh, die raakt Carlos Sainz. Daniel Ricciardo is daar gespint. Ik dacht dat dat Lando Norris was. Raakt daar ook iemand anders volgens mij. En Daniel Ricciardo duikt naar binnen voor een nieuwe voorvleugel. Dit is Giovinazzi. Wat doet hij? Hij rijdt er vol tegenop. Tegen Kimi Raikkonen nog wel. En is uitgevallen. Dit ziet Nicolas Latifi. Daar knalt Giovinazzi op zijn teamgenoot. Ja, en dan rijdt Nicolas Latifi tegen Giovinazzi aan. En moet dus ook naar binnen. We hebben een safety car dus. En moeten dus gaan kijken wat wij gaan doen met de strategie. Moeten gewoon achter Sainz aan blijven. De safety car duikt naar binnen. En dat betekent dat volgens mij een Mercedes coureur de wedstrijd mag leiden. Ik weet niet wat Sainz net deed. Jullie zagen mij daar een momentje hebben op de rem. Sainz deed iets heel gek. Wij proberen hem al gelijk aan te vallen. Daar zit ook Fernando Alonso te kijken. En wat doet Sainz daar? Die beweegt daar gewoon in de remzone. En wij moeten een ontwijkingsmanoeuvre nemen. Pakken daar ook gelijk een aantal auto's. Onder andere Yuki Tsunoda. Hey, dat is goed. En nu kunnen wij misschien naar Lando Norris toe rijden. Want misschien kunnen we een podiumplek pakken. En dat zou heel vet zijn als dat gebeurt. Yuki Tsunoda blokkeren wij. En hij kan nergens naartoe. Virtual safety car. Want, ja, dat heb ik helaas niet ingezet. Yuki Tsunoda heeft ons geraakt bij Lesmo 2. En die is daar dus gespind. En dus heeft Michael Masi besloten om een VSC erin te gooien. Geen safety car, maar een virtual safety car. Dat betekent dat wij zometeen weer onder normale raceomstandigheden gaan racen. Dat is alleen maar goed. Wanneer eindigt die VSC? Ik wil wat naar Lando Norris toe zien te rijden. En de virtual safety car gaat eindigen. En we gaan weer racen hier in Italië. Yuki Tsunoda is naar binnen gedoken samen met volgens mij Mick Schumacher of Nikita Mazepin of Marcus Armstrong. Dat is een wit puntje in de pitbox. We gaan ronde nummer 10 alweer in. En daar zit dan Charles Leclerc te kijken. Maar wij wordt geblokkeerd. Wij blokkeren hem ook. En Charles Leclerc zit opgebokst tussen ons en Carlos Sainz. Sainz remt heel laat. We sturen gewoon op het allerlaatste moment gewoon in. En dat is nog steeds P5. Maar die beide Ferrari's zitten op mijn hielen. Wij blokkeren Charles Leclerc. Carlos Sainz kijkt. En Leclerc zit aan mijn buitenkant. En we remmen gewoon dat gat gewoon weer dicht naar Charles Leclerc toe. Schieten daar wel een beetje over de curb zo, maar dat is geen probleem. Want die auto kan het gewoon redden. We moeten wel oppassen met de componenten dat die niet beschadigd raken. Er zijn nog 17 rondes te gaan. En hier kan Charles Leclerc uitkomen. Lesmo 2, een nieuwe aanvalwagen. We rijden wat naar de muur toe, blokkeren Charles Leclerc. Carlos Sainz probeert het ook, maar die kan nergens naartoe. We rijden daar iets te veel op die curbstone. En dan kan Charles Leclerc daar een aanval wagen. Ook Sainz is een aanval. En daar is ook Fernando Alonso. Tussen de Ferrari sandwich zijn wij nu. We remmen als laatste van de drie en Sainz spint. Carlos Sainz is gespint.
en moet dus van helemaal van achteraan beginnen. Charles Leclerc duikt naar binnen. Norris duikt naar binnen. Zitten daar iets te ver door in ronde nummer 11. Zijn de auto daar bijna kwijt. Twee keer toe zelfs. En Perez raakt onze zijkant. Ja, ik liet daar ook niet echt ruimte over. Dat is mijn fout. Maar we zitten aan de buitenkant bij de Mexicaan. Remmen dat gat gewoon wat dicht. Lewis Hamilton en Max Verstappen duiken naar binnen. En wij gaan ook onze laatste pitstop in voor de medium banden. Sergio Perez duikt met mij mee. Dan ben ik benieuwd, gaat hij naar de soft of naar de mediums? Weet ik niet zeker, want volgens mij is hij al een keer naar binnen geweest voor een nieuwe neus. Pitstoptijd is 2,7 seconden, versnelling is niet beschikbaar. Maar we komen gewoon als P12 gewoon weer terug de baan op. En Russell pakt ons net niet. Een Ferrari-coureur heeft ons ge-undercut en dat is niet fijn. Dus dat gat moeten we dus zien dicht te rijden naar Charles Leclerc toe. Kijken of dat iets kan opleveren, want hopelijk dat die banden het gaan volhouden voor de rest van de wedstrijd. Er zijn nog 15 rondes te gaan, dus dat schiet al aardig op. We rijden virtueel in de punten. Ronde nummer 13 en we zitten op een P11. Oh, dat is een curbstone, dat is een curbstone. En we werden gewoon de lucht ingeslingerd en hebben grind op onze banden. We moeten oppassen dat George Russell zometeen niet kan aanvallen. Maak daar weer een klein foutje. Weer het grind gepakt. Net niet die auto verloren. En Alonso en Russell zijn mij voorbij voor P11. Alonso zet ook gelijk de aanval in op George Russell voor die P11. Zijn er wel erg langzaam bij Ascari. En we kunnen zometeen uitkomen. Ik ben de naam van die bocht kwijt, dat heeft een nieuwe naam trouwens. Ja, kunnen we dus opnieuw een aanval plaatsen. Alonso deed een fake left en toen right manoeuvre. Wij kunnen nu in de slipstream van George Russell duiken. Russell doet een aanval op Alonso weer terug. Het gaat heen en weer, een pingpong bedje is het. Raikkonen gaat naar binnen. En wij komen van heel ver van George Russell, maar die plek is gewoon van ons. En dat is P10. We rijden in de punten. En nu moeten we naar Fernando Alonso toe zien te rijden. Een ronde later in ronde nummer 16. En dat is P7. Ik weet trouwens niet of dat een ronde later was. Volgens mij was dat 6 rondes later. Maar dat kan best. Ik ben even de tel kwijtgeraakt. Maar we hebben P7 weer in handen. Dat is goed om te zien. Dat is een positie waar ik graag op rij. Dat betekent dat we nu 6 punten in totaal hebben. En dat wij misschien Lance Stroll kunnen gaan verspringen in het WK. Want we zijn in gevecht om P12. We zitten in ronde nummer 18 van de wedstrijd. Gat naar Sainz. Dit keer is 14e. Hij zit ook binnen mijn DRS afstand. En gaat er een aanval wagen voor P7. Hij kan daar niet kijken naar de binnenkant, niet kijken naar de buitenkant. Dan probeert hij dit keer toch nog naar de buitenkant. En dat is gelukt tot nu toe, maar we remmen wat later dan de Ferrari. En daar zit dan ook Sebastian Vettel te kijken, die kan mee profiteren. We hebben dus blijkbaar Carlos Sainz geraakt, maar dat is geen probleem. En Vettel kijkt voor P7 in de wedstrijd. Doet er een aanval aan de binnenkant, wij blokkeren die kant. De binnenkant dus. En die plek is nog tot nu toe van ons. Kan daar niks op de exit. En dat betekent dat P7 nog steeds van ons is. Dit moeten wij volhouden. Er zijn nog 9 rondes te gaan. Dus dat moeten wij wel makkelijk vol zien te houden. En dat betekent dat wij weer punten gaan pakken in Italië. Weer punten gaan pakken in seizoen 1. Maar eerst dit nog even vol zien te houden. Vettel probeert het aan de buitenkant. Maar dat lukt niet. Rijden wat op die curbstone, skaten wat eigenlijk op die curbstone als het ware. En dat is gewoon goed. We gaan ronde nummer 21 alweer in. Sainz probeert het daar aan de binnenkant.
Wij doen daar twee keer een bewegende manoeuvre in de remzone. Ik weet niet of dat mag, maar Michael Masi zegt er niks over, dus het is gewoon legaal, denk ik. Sainz probeert daar dit keer aan de binnenkant. Ook Giovinazzi kijkt. Sorry, dat is Kimi Räikkönen die kijkt. Sainz is mij gepasseerd. Maar wij remmen dat gat gewoon weer dicht. En gaan zo meteen ronde nummer 22 alweer in. Maar Carlos Sainz kan een poging heropenen. De TC gaat eraan met nog 5 rondes te gaan. Hopelijk dat hij het volhoudt. Oh, dat was Kimi Räikkönen die er in één keer aan de binnenkant zat. En ik moest wat actie ondernemen om te zorgen dat hij die positie niet overnam met een knipoog. Heb hem gewoon compleet van de baan geduwd. Maar goed, dat is een ander verhaal. Ronde nummer 22. We gaan zo meteen ronde nummer 23 alweer in. En Sainz doet het daar opnieuw naar de buitenkant. Maar wij blokkeren die buitenkant. Moet daar zo meteen naar de binnenkant kijken. Nou, hij vindt daar toch gewoon nog ruimte. Ongelooflijk dat hij dat vindt in zijn Ferrari. Maar we remmen als allerlaatste. Duwen Sainz daar gewoon wijd. En dat is nog steeds P7. In ronde nummer 23. Als het zo eindigt, dan pakken we gewoon weer belangrijke punten voor Schaven Racing. Wat hoorde ik nou? We hebben een probleem. Ze gaan het onderzoeken. Er is een probleem met de auto. Is dan de vraag. Is dat fataal? Hoop het niet. Nog 4 rondes te gaan. Hoop ik dat wij dit volhouden. Sainz kan daar opnieuw aanvallen. Ah, shit. Nee. Nee, dit ga je niet menen. Nee, we zijn uitgevallen. We hebben een probleem. We hebben een probleem. En daar gaan onze punten. In Italië. Shit. Nee. Ah, jammer. Ja, hier is het al gedaan. Een rookpluim. Ja, hier is het al gedaan. Kijk maar. Hè? Shit. We hadden gewoon op P7 kunnen eindigen, hè? Hé, besef. Maar in één keer, pats. Geeft een onderdeel van de motor het. Ah, jammer. Dat betekent 0 punten in Italië. Frustrerend. Het is gewoon zeer frustrerend. Hier kunnen wij niks aan doen. Leven is hard. Sport kan hard zijn. En ja, dit is dan een van de pijnlijke momenten die we raken. Dan is het kop omhoog houden en op naar de volgende wedstrijd. Yes, another historic win under their belts. Well done to the team at Mercedes. Talk to me, Ants. What was it that set them apart from the competition today? Well, they played the safety car to absolute perfection. There are so many factors to worry about once the race is neutralized. I mean, do you pit for fresh rubber? Do you have the space behind you? How much fuel can you save? If you answer all of those questions correctly, you'll have a good chance. And that's exactly what happened today. So after a magnificent race, we can now see the drivers making their way to the podium. Once again, it's the Silver Arrows who take top spot. A well-earned victory for Mercedes. De uitslag van de Grote Prijs van Italië. Je hebt dit in beeld. Bottas wint de wedstrijd. Verstappen naar P2. Pakt het snelste regelsnepunt. Komt een seconde tekort voor de overwinning. Hamilton naar P3. Armstrong naar P16. In zijn debuutrace pakt ons. Maar goed, ja. Dat is helaas op een uitvalbeurt. Russell dus blijkbaar ook uitgevallen. Ja, dat klopt dus natuurlijk. Maar ik weet niet waarom we als een en laatste zijn gekwalificeerd. Goeie vraag, waarom? Helaas, 0 punten. En dat is pijnlijk. Wat betekent dat wij misschien nu gaan twijfelen? Moeten wij dat component terugzetten naar de eerste? We hebben namelijk twee componenten van die dingen namelijk.
die kapot, ja, die half kapot zijn. Eentje die is ook ongeveer zo. En die kan misschien tijdens de volgende wedstrijd ook ontploffen. Of we pakken een gridstraf voor de volgende wedstrijd. En dat betekent dat dan niks meer kapot kan gaan bij dat onderdeel dan. Dat is even het dilemma waar we mee zitten. Maar goed, dat zien jullie allemaal in de volgende aflevering. Deze teleurstellende video zit erover op. Ik kan er niks van maken, het is gewoon pijnlijk. Zo simpel is het, maar ja, dat is Formule 1. En ja, Formule 1 kan leuk zijn, Formule 1 kan minder leuk zijn. Ja, helaas voor ons was het minder leuk. Maar goed, heb jij toch genoten van deze aflevering? Beloon het dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de aflevering dan en vertel me ook waarom je het niet leuk vond. Verbeteringen zijn altijd welkom. Zet je AI wat hoger. Hij staat op 92. We gaan proberen om volgend seizoen naar 94 te gaan. En zo niet, ja, dan hou ik hem op 92. Want ik speel met controller. En dat gaat nogal moeilijk. Volg je me trouwens op social media? Nee, gewoon even doen, man. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Gewoon Jan81 intikken in Twitter, Facebook en Instagram. En dan zie je gewoon mijn profiel. En ja, ik zou zeggen, abonneer als je nieuw bent. Abonneer als je dit leuk vindt. Abonneer, voor wat dan ook. Maar zeker abonneren voor meer wekelijkse F21 My Team Agreement content. Schakel ook gelijk het belletje aan. Als je geen enkele aflevering van mij mist, dan krijg je gewoon een notificatie op je beeldscherm, op je pc, op je laptop. Van, hey, hij heeft weer een nieuwe video geüpload. Ik ga hem zeker even kijken. Maar vooral doe, mensen. We zijn bijna bij die 100 abonnees. Dus gun mij gewoon die 100 abonnees. Dat zou fantastisch zijn. En ken je iemand die nieuw is? Zeg dan even dat hij naar mijn kanaal naartoe moet gaan. En zeg gewoon, abonneer gewoon op die gast. En vertel je ook waarom hij of zij moet abonneren op mijn kanaal. Maar goed, ik houd volgens die mensen. Dit was het, Jenan. Tot de volgende keer bij F21-21 My Team Career Mode. Ja, dan gaan we verder met een nieuwe aflevering.